We staan hier in Zoelen bij het Van Beuningen Gemaal. In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft aannemingsbedrijf Van der Ven in de periode april-augustus 2016 een vispassage aangelegd. Het bijzondere van deze vispassage is de lengte van 130 meter en het feit dat hij een primaire waterkering kruist. Een gevarieerde en gezonde visstand is belangrijk. Het draagt bij aan een evenwichtig leefmilieu voor planten en dieren en het komt de waterkwaliteit ten goede. Veel vissen trekken van nature om te paaien. Deze trek wordt bemoeilijkt door waterkunstwerken, zoals het gemaal hierachter. Om de populatie van allerlei vissoorten op peil te houden, is deze vispassage dus noodzakelijk. Het succes van de vispassage blijkt uit de eerste monitoring. In een periode van 14 dagen werden ruim 27.000 vissen geteld. Wij als aannemingsbedrijf Van der Ven zijn er enorm trots op om een bijdrage te hebben kunnen leveren aan deze unieke vispassage.